In Matthäus hoofdstuk 5 spreekt Jezus 8 zaligsprekingen uit in zijn beroemde preek op de berg. In Matthäus hoofdstuk 23 presenteert hij 8 wees over de schriftgeleerden en fariseeën. Dit contrast laat zien dat Jezus in de bergrede ware rechtschapenheid beschreef. In het hoofdstuk van vandaag presenteert hij valse gerechtigheid. Onder de wees gepresenteerd door Jezus wordt mijn aandacht gevestigd op vers 27. Zie, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij heugelaars, want gij gelijkt op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol heugelarij en wetsverachting. De naam fariseer komt van een term die scheiden betekent. Deze term werd gekozen om ze zo te beschrijven omdat ze er trots op waren gescheiden te zijn van de heidenen, van de onreine Joden die de wet niet praktiseerden en van iemand die zich verzette tegen de tradities die hun leven beheersten. Deze houding van superioriteit was echter alleen uiterlijk. Ze waren gelijk of erger dan degenen die ze veroordeelden. Interessant is de figuur die Jezus gebruikt om deze te vergelijken, gewitte graven. Ik ben op een paar begraafplaatsen geweest en heb gemerkt hoe sommige mensen de moeite nemen om een mooie grafsteen voor hun familieleden te bouwen. Sommigen hebben prachtige sculpturen, andere grote marmeren stenen en andere stilstaande foto's van de tijd waarin de persoon leefde. Echter, ongeacht versieringen aan de buitenkant, de graven zijn in wezen hetzelfde. Ze zijn slechts een plek voor een lijk. Dit is het figuur dat Jezus gebruikte om schijnheilige mensen te vertegenwoordigen. Prachtig aan de buitenkant, maar binnen rotte botten.